Ik snap er echt niks van. Dit is nu al de zoveelste winkelcentrum waar ik ben. En ja, ik ben op zoek eigenlijk naar Sjoerd Veneman. U kent hem natuurlijk allemaal nog wel. De bekende groenteboer bij ons op het winkelcentrum. En ja, dat zeg ik. Ik ben al verschillende winkelcentrums geweest. Maar ik weet niet waar hij gebleven is. En ik ben aan het rondkijken. Waar, we staan nu inmiddels hier op Kerschoten. En verschillende winkels. We zijn druk aan verbouwen. Hé, hey. Sjoerd en Leida Veneman. Kijk eens wat we daar zien. Volgens mij zijn wij hier goed. Hopen dat hij er is natuurlijk. Ja, kijk, daar is hij. Ik zie hem al. Echt. Eindelijk gevonden, mensen. Eindelijk gevonden, echt. Sjoerd, waar was je nou? Daar is mijn vriend. Waar ben je nou? Daar is mijn vriend. Waar ben je nou? Ja, we missen je. Ja, bij jou ook. Ik ook. Ja. Ja, jou mis ik wel. Ja. Was toch altijd lachen, altijd samen. Altijd gezellig. Ja. Mooie evenementen maken samen. Veel gedaan. En in één keer weer weg. Ja. Dan roept het ergens anders. Ja, dan hebben we een andere roeping en dan kun je hier een beetje uitbreiden. En dan ben je wel een oude man, maar dan wil je nog zo graag. Toch nog even lekker door. Ja, even lekker door. Maar ik heb je gevonden. Ik zeg net al, ik ben verschillende winkelcentra. Ik ben waar je zelf gebleven. Kerstgrote mensen. Waar is die? Maar dan gaan we wel even wat weggeven toch voor jou. Oh ja, we gaan iets weggeven. Ik denk ook gewoon dat ik voor een like deel actie kom. We gaan gewoon weggeven. Ja, is dat gaan we gewoon doen. Echt wel altijd. Als je bij me bent, dan geef ik gelijk wat weg. Dus Sjoerd, maak de mensen allemaal gek. We gaan doen. We gaan een Hollandse groentepakket weggeven. En daar zit in sowieso een kilo appeldoes. Jij weet niet wat het is. Ik ben heel benieuwd. Appeldoes is de aardappel van Nederland. In een klein plaatsje in Noord-Holland, specifiek alleen appeldoes. Heb jij hier gewoon liggen? Hebben wij hier liggen. Appeldoesjes. Daar komt in een zomerrooikool, daar komt in Hollandse kerstboontjes, daar komt een komkommetje in, daar komt een pontje kersen. Dat is geen groente, hè, kersen. Doen we er wel weer. Ook nog. Pontje kersen erbij. Eén pakket. Eén pakket. Ja, komkommetje had ik al verteld, denk ik. Ja, had ik al verteld. Hollands bloemkooltje, ook zo lekker, die eerste Hollands bloemkooltjes. Top. En dan voor de tweede lijker en deler doen we twee kant-en-klare maaltijden. Nou, hoeven ze niet te koken. Twee kant-en-klare maaltijden voor één persoon. Dus lijken delen uit van Zuid en de Zuid van de afdoen. Echte groenteman natuurlijk, echte groenteman, hè? Die vergeten. Ja, die kent u. Die staan we onderop zo meteen, hè? Dus, hij regelt het wel weer. Kom allemaal weer dik voor elkaar, maar ik vind het wel weer. Wel leuk dat hij er weer was. Ja, zeker weten. Ja, ja. En we gaan even gewoon een kop koffie drinken. We praten nog eventjes over het hele gebeuren. Dat gaan we zeker doen. Weet je wat ik wel mis? Ja, dat ik zo ver moet fietsen, joh. Het is wel te zien, hè? Ja, het is wel goed afgevallen. Hart van Zuid was dichterbij. Ja, maar ja, het is, ik vind het leuk dat je weer gezien hebt. Ja, en we gaan zeker elkaar nog vaker zien. Ik heb je nu gevonden, ik Braderie, weet waar die zit. Braderie kom ik zeker even buurten. Braderie komt weer aan, hartstikke gezellig weer. Dat wordt ook weer mooi. Dus, daar heb ik jarenlang helpen organiseren. Ja, dat is geweldig. Zeker weten, dat was een mooie tijd ook. Kom langs, zeker. Sjoerd, jongen, super bedankt. Dankjewel, man. En wij gaan naar de koffie. Mensen, succes. Liken en vooral openbaar delen niet vergeten. Hè. Openbaar delen, want we zien regelmatig nog steeds staan. Ik win niks. Nee, u moet het openbaar delen. En dat gaat zeker goed komen. En tag iemand waar het u misschien aan wil geven. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook. Geef het weg. Schoonmoeder. Bijvoorbeeld. Geef schoonmoeder, ja. Gezellig haar eten. Komt het ook. Succes, mensen. Oké. Okay.